Ongeveer 1500 kilogram cocaïne is vandaag door de politie verbrand te Kraka in het district Para. De in beslag genomen drugs moest volgens hoofdinspecteur Judith Drachtenstein zo snel als mogelijk verbrand worden. De politietopper zegt dat er verschillende soorten harddrugs zijn vernietigd om ze allemaal onmiddellijk uit de omloop te krijgen. We zijn inderdaad hier in verband met die vernietiging van die van in beslag genomen drugssoorten. U praat alleen over die van een Tafelberg, maar er is ook drugs die in de loop der maanden in beslag is genomen. De grote partij van ruim 900 kilogram die recentelijk op de Tafelberg is onderschept, behoort volgens Drachtenstein ook tot de partij. De commotie die ontstond over de onduidelijkheden rond de daadwerkelijke hoeveelheid is volgens haar na de weging bij het onderzoek weggewerkt. Er is geen speciale datum eraan verbonden, maar het gaat erom dat je zo'n grote partij drugs zo snel mogelijk moet vernietigen. Ter voorkoming van calamiteiten eventueel. Inderdaad, er waren onduidelijkheden. Men had gewoon tijdens de inbeslagname geschat. Maar nadat het in, die drugs in Paramaribo was overgebracht, is de zaak gewogen. Om het te kunnen verbranden moet je plastic en touwtjes en noem maar op, dus ballastmateriaal, moet het eruit gehaald worden. Drachtenstein zegt dat los van cocaïne in vaste vorm, ook vloeibare kook, marijuana, hash, ecstasypillen en metam, meer bekend als sucroe, zijn vernietigd. De drugs zijn volgens haar bijzonder schadelijk en horen helemaal niet in de samenleving te zijn.